In Beuningen is donderdagochtend een lichaam gevonden. Op de Violierstraat trof een voorbijganger de overleden persoon rond 9:15 aan. De plaatsdelict werd na de melding direct afgezet met een calamiteitenscherm en de politie doet onderzoek. Over de identiteit van de persoon in kwestie is nog niets bekend. Een forensisch arts doet onderzoek naar de doodsoorzaak. Volgens buurtbewoners zou het om een natuurlijke dood gaan, maar dat is nog niet bevestigd door de politie.